Nou, daar zit je dan weer in het UMCG. En in verband met benauwdheidklachten, daar had ik al wat langer last van, zeg maar, sinds eigenlijk na de kerst. Begin januari, zeg maar. Ik was ook bij de huisarts geweest en, nou ja, antibiotica had je gekregen, maar die hielp ook niet echt. En die benauwdheid die werd steeds erger, zeg maar. En ook. Nou, meer steeds vanochtend ook wat bloed, zeg maar, in het slijm, als je hoest, zeg maar. En dus toch maar weer de longpolie gebeld. En nou ja, nu zit ik inmiddels alweer, even kijken, uurtje of drie, zeg maar, op de spoed. Daar hebben ze allerlei onderzoeken gedaan. En ik heb in ieder geval, zoals ze dat noemen, vocht achter de longen. Daar hebben ze afgetapt, zeg maar, voor onderzoek. En ze zijn nog bloedwaardes aan het bekijken, ook eventueel risico op longembolie uit te sluiten. Ja, dus al met al zit je er maar weer mooi mee. En nou ja, goed, de bloedwaardes die zijn op zich wel goed qua functie, zeg maar, alleen. De leukocyten en de trombocyten, dat zijn nou, kenmerken voor kanker, zeg maar ook. Die zijn wel verhoogd. Dus dat wijst wel op mogelijk nou ja, weer groei van de kanker, zeg maar. Maar goed, in principe moet ik maandag door de scan. Maar het kan zijn dat ze die naar voren halen en dat ik vandaag door de scan ga. Dan hangt een beetje van die embolie bloeduitslag uit of af. Nou, zoals je ziet loop ik weer het ziekenhuis uit. Eventjes een vlogje opnemen. En ja, jullie even op de hoogte brengen van even weer kloten nieuws. Want de benauwdheid heeft toch te maken met de uitbreiding weer van de kanker in de long. En, de scan net gezien, nou, daar laat ik jullie straks een plaatje van zien, is de kanker toch weer op de hobbel. Dat veroorzaakt dus die benauwdheid en dat vocht, zeg maar. En dat zit ook tussen de longvlies, zeg maar, waar het vocht zit. Dus het kan ook zijn dat het longvlies inmiddels wat aangetast is van de kanker. Ja, dus kutbericht. Om het maar even populair te zeggen. Maar goed, in ieder geval geen longembolie of dat soort fratsen. Het bloed was verder ook wel stabiel. Maar ja, je wilt dit liever niet horen natuurlijk. Dus zo snel mogelijk overleg met Birgitta Hittinga, mijn oncoloog, om te kijken hoe nu verder. Dus het zal wel weer aan de chemo worden, ben ik bang. Nou ja, jongens, het is niet anders. Het is wat het is. En ik zeg altijd van ja, ze hebben gezegd dat ik dood ga aan die longkanker en dat gaat met horten en stoten. Nou, laten we dan ervan uitgaan dat dit weer een hort is. En horten en hordes zijn om te nemen. Dus zo sta ik er ook weer in. We gaan deze horde ook gewoon maar weer nemen. Ik hou jullie op de hoogte. Later.